Laten we nog even teruggaan naar die affaire die zich toen verder ontwikkelde met Willem-Alexander, die geloof ik twee kapitale blunders maakte. Het eerste blundertje was volgens mij de brief. Ja, van een ingezonden brief stond er in de Argentijnse krant. En hij had een onderontje met de pers in New York. Als ik me goed herinner, stonden ze met z'n allen op een trottoir bij de ingang van iets. Ja, en toen zei hij, mag ik jullie even wijzen, want het is ook een bron. Mag ik jullie even opwijzen dat het helemaal niet zo vreselijk was als jullie nu allemaal zeggen wat daar gebeurde. En toen was de verbijstering was echt heel erg groot. Ja, die kwam pas later. Ik was erbij. Het bleek namelijk dat het die ingezonden brief van Videla zelf was. En toen is, en Wim Kok, dat weet je ook later in een televisieprogramma Andere Tijden gezegd, ontploft. Mm-hmm. Nee, het is nog veel pijnlijker. Hij is echt heel erg boos. Vertel. Nou, Willem-Alexander heeft dat eerst terloops gezegd tegen de schrijvende journalisten. En het is meestal zo dat je de schrijvende pers eerst spreekt dan daarna voor de camera's. En toen moest hij dus die vraag nog een keer gaan beantwoorden. Dan moest hij dat dezelfde manier. En inmiddels was duidelijk geworden wie de briefschrijver was. Dus dat was heel snel uitgezocht. Dus hij moest iets gaan herhalen terwijl hij wist dat hij de verkeerde stap had gezet. De volgende dag waren we in Boston. Toen was er dus 's nachts dat telefoontje van Kok geweest. En die is heel duidelijk tegen hem geweest. Eens maar nooit weer. Mm-hmm. En toen moest Willem-Alexander weer voor de pers komen. En er is een hele bijzondere foto gemaakt waar hij met een RVD-man achter een muur staat. En kijken ze allebei, Hans Kamp ken je waarschijnlijk wel. En kijken ze allebei zo, waar staat de pers? Die reis is echt historisch geworden. Wat dat betreft. En Kok speelt ook een belangrijke rol in het volgende fragment. Laten we even kijken hoe Maxima dat heel mooi oploste voor Willem-Alexander. U heeft in New York een brief van Videla aangehaald in een interview. Premier Kok zei, dat had u beter niet kunnen doen. Hoe kijkt u daar zelf op terug op dat incident? Dat had ik beter niet kunnen doen, dat zegt u juist. Nee, dat was stom. Hij was een beetje dom. Hij was een beetje dom. En daar ga ik ook, dat is in het verleden, dat is goed uitgepraat tussen de heer Kok en mij. En daar wil ik het verder bij laten. Ja, eerst ook eventjes, jongens, even die charme omhelzen van Maxima. Maar dit is een heel mooi acteerwerkje geweest, want dit is voorgesproken. Die vraag wisten ze dat ze zou komen. En eerst zou Willem-Alexander zeggen, ik was een beetje dom. En toen herhaalde Maxima dat bij het voorgebrek. En dan vond iedereen zo grappig dat ze dat met haar Spaanse accent... Hij was een beetje dom. Toen hebben ze besloten dat Maxima het zou zeggen. En maar letterlijk, die zin is... die is vooraf besproken. Dit is een acteur. Je ziet hem namelijk ook. Het is niet helemaal zo. Je ziet hem kijken. Hij zegt, ik was stom. Je ziet hem kijken. Je ziet hem echt kijken. Kop hem er nu maar in. Speel het desnoods weer af. Je zult zien. Hij zegt, ik was stom. En dan kijkt hij zo haar. Hè? En dan komt zij met... Wim Kuiken, de SG van de Algemene Zaken. Dus die is bij al die voorbereidingsgesprekken geweest. Want de hele persconferentie, presentatie bij de verloving is wel degelijk gerepeteerd. Mm-hmm. En die zei ook, dat hij zou zeggen, dit is stom. En dus riep iemand zo aan de zijkant van de tafel, ja, het was inderdaad wel een beetje dom, maar dat is niet echt doorgeëxerceerd. Het is daar gebleven. En zij heeft dat onthouden. Mm-hmm. En toen kwam ze op dit moment, dat schoot haar te binnen, dat het aan de tafel in die ruimte waar ze het oefende is gezegd, met een buitenlandse tv-ploeg, want ja, met Nederlandse tv-ploegen was het misschien wel uitgelekt dat er heftig werd gerepeteerd op dit gesprek. Maar dat is ook, en ik geloof het ook, want heel kenmerkend van Maxima is natuurlijk dat hele spontane van haar. Ja. Dus dat borrelde in haar op en ze knalt het eruit. Maar we hebben dat het gezien en we waren allemaal toch, dat herinner ik me nog goed, we waren verkocht. Dat was goed gedaan. En het was koorddansen. Het was ongelooflijk lastig voor iedereen om hiermee weg te komen. Uiteindelijk is natuurlijk Jorge Zorrigueta niet op het huwelijk aanwezig geweest. En dat was een beetje terug te zien in één moment. En dat is het mooiste moment van het huwelijk. Ja. Er is geen vader geweest die zo aanwezig is geweest in de huwelijk. De tango heet Adios Nonino, vaarwel vadertje. 4 minuten lang heeft iedereen stilgestaan bij het feit dat die vader er niet was. Er is een monument voor die man neergezet.
op de een of andere manier. Als hij gewoon achter een pilaar had gezeten, was hij misschien één keer in beeld geweest. En nu 4 minuten. Ja, ja, maar daar heeft ze ook al ons hart mee gestolen. Ja. Ik bedoel, het is gewoon heeft heel goed uitgepakt. En Kok heeft later ook gezegd hiervan. Tijdens al die gesprekken die hij had met Maxima Willem-Alexander over deze precaire situatie, hè, die vader niet aanwezig op het huwelijk, heeft hij ook gezegd, die tranen zag ik ook in die gesprekken. Want zowel Willem-Alexander als Maxima hadden echt heel veel verdriet van dat die vader niet werd uitgenodigd.